laatste ronde, 50 laps. We hebben al uit Amerika in het vertrek. Ik zal u daar straks alles over vertellen. Gisteren actief in de Lust van Rode. Voorrijwagen mag oprijden. En we vertrekken op de bel. Ja, mannen, succes! Succes, Timo! Vanaf het uur is waar we allemaal de bocht net kunnen gaan houden. Laten we dat gaan zien. Eerste punt van de man met 41. Is het daar Joey van Rij namens Metek, de man met Nijverdal. De man die zijn opleiding heeft genoten bij de pedelaars in Hogeveen. En allemaal Joey van Rij, we gaan bellen voor 10 training. 10 geldpaarsjes van Metek, 10 paarsjes van Metek. We hebben een 10 training uitgekomen. Hier is dat massale Europa. Hier zijn Tessie. En we daar dus Kenneth Hansen. Kenneth Hansen pakt dan die eerste premie, die man uit Amerika. Hansen, dan is het Van Rij. Dan krijgen we daar met 66 Cor van Leeuwen. En ik heb het al verteld dat de man uit Amerika natuurlijk. Ja, vindt. I need yours. Schappen en klappen. 62, 63. Christophe Hakten en Lars Pakkel. Die naar elkaar staat te zwaaien, de mannen uit Duitsland, Bremen. 4, 5 en 60, het is de zus. Klassement over 3 ronden. We delen op de leidersprijs en Bobby Erko. Aangenomen door Wasbacht. De mannen van Amerika, die ik nog niet aan het meenemen in de zitten. Dat is dus we vertellen de mooie eerste keer de koers gekomen is, dat is een ronde heeft de koers. En die dan de ronde van Overveen. Hier op de plaats van de 13e, Johan Vuurmeijer. Ronde bord 45. Hier gaan we kijken. De man met 12 krijgen we dan Willem Brama. De man als komster uit Inter. De man uit Amerika die het voor elkaar krijgt. Dat heb ik. Hier mannen op jacht naar het peloton. My wheel was damaged in the first crash, so when I took the corner it folded. So you see it's folded in two pieces, so yeah. And then too hard into the next corner? No, the wheel was broken. The wheel was broken? From the first crash. Okay. I didn't know, and it started to make noise before the corner, yes. And then it just gave out. So I didn't realize I was too paying too much attention to get back in the group from the first crash. Because when the first crash happened, there was guys across the whole road, and there was nowhere to go. Nowhere to go. Yeah. Okay. Next race? This is my last race here. I've been here for 2 weeks, so I go home now. You go home now? Yeah. Okay. Yeah. Have a nice journey. Yeah, thank you. Okay, bye. En de tijd is dit door, daar komt een peloton voor de bocht moeizaam in die lastige bocht voor Jesse Joey. We hebben hier met 18 seconden van 20 seconden in voren. 22 seconden voor de kop. Ik zei het niet,
Ook op de fanbult, zodat ik ook even in beeld kwam. Het was wel mooi met de ronde van Drenthe. Nou, ja, top. Gaan we even kijken hoe het hier is. Thank you.
ronde. Laatste ronde. 30 seconden krijgen we hier een dubbel Duits podium van Lars Bartlau. Draai je even af? Ja. De mannen dus de bel krijgen voor de laatste. Wel voor het peloton. Gaan kijken, de man uit Bremen. Daar komt hij. Overwinning. Jawel. Handjes op elkaar. Super. Leistung. Lars Bartlau. Jawel. En dan. De strijd om het zilver. Maar ik zie dat de mannen zijn met Paul. Hier gaan we kijken. Krijgen we meer mannen in de finale? Gaan we dat meemaken met hier Cor van Leeuwen 2. Dan is het Wouter de Groot 3. Christophe Haxen 4. Dan krijgen we hier Wagenaar op 5. Dan krijgen we Jan Hendrik Westra. Hij gaat op 6. Het lijkt op een veldrit. Ja, Jan Hendrik. Uitstekend gekoerst. Maar hij kijkt me aan alsof hij hem op kan vreten. Hier krijgen we met Boonstra, hier krijgen we met Bos. En hier met Kat die pech heeft in de laatste ronde. Ja. Wat is er gebeurd? De ketting eraf. Nee. Gevallen? Ja. Wat is er aan de hand? Iemand van mijn website gekregen. Over en uit en nu, maar een uitstekende wedstrijd gereden. Now the man is seen. Okay, you were on the visit, you were on the right with Johnny Vermeer. The company was very good. Yes. But, yeah, meer van vorne gefahren. Meer van vorne gefahren, nu gaan we weer in Duitsland, makkelijk joh. Meer van vorne, met die zweite, und dann die Johnny, das geht nicht mehr. Ja, dann wurde er immer schlechter nach den 60 Kilometern, da habe ich mich gefreut. Haben Sie sich gefreut, und dann eine sehr schöne Leistung hier in Hogeveen. Ja, Publikum war schön, war ein schönes Rennen, auch wenn es geregnet hat. Das Wetter war toll. Das Wetter war ein Traum. Ja, was ein großer Traum. Super. Sie haben auch so einen Preis gewonnen. Der Marcel Lüppes Preis ist ein Rad. Ja, wie sage ich das? Ein Vizetrager. Ein Radtrager. Das ist ein Traumer. Haben Sie gewonnen, zwar einen Vizetrager. Was ist das gewonnen? So, felicitär. Super. Volle Leistung. Hier, das ist 1, 2 en 3. Dames en heren, een applaus. Voor Wouter de Groot, voor Cor van Leeuwen en voor Lars Bartlau. Dankjewel. Gratuleren voor deze schöne Leistung. Oké, voor. Dan heel graag ook het mobiele systeem overhandigen aan Joey. Ja, ga nog net mee in de auto. Ja, jongen, dit is een mooi ding. Als je in de bonden komt op bed ligt, dan krijg je alsnog koeten. Dat is mooi. Uw applaus voor Johan van Eerdeman die de wedstrijd kleur heeft gegeven.